quick. Good vibes, Hennessy with no chaser. Only thing I chase is paper. 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 Because I am a jackabon, bon, bon, a jackabon. The only thing I chase is paper. Paper, na 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 na. Say she wanna party with the jackabon. Ik ga proberen een jaar lang te kijken hoe het gaat met vloggen. En mijn vlog heet The Circle of My Life. En ik ga vloggen omdat ik wil kijken hoe het gaat met mij. Of het leuk is om wat ik heb gevlogd naar mensen. Wat ik heb verzonden naar mensen. Wat ik heb verzonden uit mijn leven en dat van mij en mijn kinderen. Of dat na een tijdje voor mijn kinderen wel leuk is om te zien. Of, het, of ik na een tijdje ook voor mezelf kan zeggen, je hebt wat gedaan ermee. Je hebt verbeteringen erin gebracht. Ja, ik heb gezegd 1 januari 2021 begin ik met mijn vlog. En om de 2 weken zal ik mijn vlog plaatsen. Mijn dochter die gaat naar Canada 3 januari en ik ben heel erg blij voor haar, maar ik ben heel erg verdrietig omdat ik haar ga missen. Ze is nu gekomen voor een test en ik kan nu gelijk beginnen met huilen, weet je. Ik kan hard gillen met huilen, maar ik ben ook heel erg blij voor dat ze deze stap gaat maken. En dat ze iets nieuws mag beginnen in haar leven. Een for next step noemen we dat. Ze heeft een scholarship gekregen en ze gaat daar basketballen en tegelijk studeren. Ze komt nu even voor de COVID-test. Daar is ze. Shemenza. Mooie meisje. En gaat ze daarna. Gaan we even een paar mensen groeten. Nou. Wat zou jij doen als jij in mijn positie was? Je hebt al bijna je hele leven, je hele leven met je kind gewoond. Je hebt alles voor haar gedaan. Ze gaat vanaf de geboorte, je hebt er gesteund, nog steeds. En opeens gaat ze abrupt uit je leven. Hoe verschrikkelijk kan dat zijn voor een moeder? Ik vind het verschrikkelijk. Mijn hart bonkt sneller. Ik denk aan het moment dat ze op Schiphol is. En dan de bocht maakt en ik haar niet meer zal zien. Hoe zal het zijn voor mij als mama? Echt, mijn hart gaat kapot aan dit. Echt waar. Het is vreselijk. Ik wens niemand dit toe. Maria. Daar komt ze. Ze heeft de test gedaan. Niet even op de uitslag wachten. En? Ben je aan het filmen? Ja, tuurlijk. Ik ben aan het filmen. En hoe is het gegaan? Naar keel ging, maar mijn neus zo. Vreselijk, ja, hè? Maar ik wilde het niet vertellen aan je. Ik dacht, zelfs het ervaren. Een fijn gevoel. Nee, hè? In het begin voel je ook echt iets of zo. Ik weet niet. Oh. Het ging, we gaan wel. Maar goed, het is gelukt. En nu? Nu? Moet je wachten? Nee, hier. Ik moet weg. Ik krijg het morgenochtend.
Oh, oké. Dat is het. Ik krijg het gemaild. Dus dan hoor ik dat binnen 24 uur. Ah, binnen 24 uur krijgt ze de test. Nog twee dagjes. Dan is ze... Lusu. Richting Canada. Oh my god, ik kan het niet begrijpen. Maar het gaat gebeuren. Hé, hey, wat gaan we nu doen dan? Shirley. We gaan even naar Shirley. Ja. Nou, vandaag zijn we op bezoek bij hele lieve mensen. Germaine's als vrienden. Germaine? Ja, toch? Ja, zeker. En wie zijn deze mensen? Ja. Oké, ik ga jullie even meenemen. Kijk, ze gaat jullie meenemen. De vlog. Je raadt het nooit, maar dit is een tweeling. Is het tweeling? Ja, wist je dat niet? Nee! Zijn ze echt een tweeling? Dit zijn mijn lieve vriendjes. Hallo. Dit is Jaden. Ja. Mijn grote Jayden. Vriend. Dit is Larkin. Hallo. Echt twee. En zo is het. En ze heeft support, hè? Ze heeft support ja. Echt bij ja. Basketballen, hè? Zeker. Zeker, ah, zeker. En ze ga je echt missen. Zeker. Ja. Ga je jullie mensen missen, zeg gaat? Ja. Ik... Hun ook, echt super. Oh, wat lief. Maar jullie hebben mij nog. Ze hebben mij nog, hè? Jullie hebben mij nog, hè? Oh. Ja, dat is wel ja. Zo. Dat is ja, dan kunnen jullie toch ook als je mensen denken. En ik ga zeker weten, ga ik jullie heel vaak vertellen over je mensen. Ik ga filmpjes laten zien, want dat is toch de bedoeling. Ja. Dat jullie weten wat ze allemaal doet in het buitenland. Ja, en zij zeker ook. Nou, wat wensen jullie je mensen eigenlijk, nu ze toch weggaat? Dat ze in Canada er iets moois van maakt. Dat is lief. Ik ook. Echt? Wat wens je? Wat wens je? Ja, ook wel een beetje hetzelfde, ja. Oh, Shemaine. Heel lief. Trouwens, supporters, hè? Zeker weten. Dat is heel lief. Ja. Nou, lief. Supporters. Zeker weten. Dankjewel. Ja, dit is nog even de laatste groetjes voordat ze weggaat. Oh, met haar lieve, lieve shirt. Komt helemaal goed, jullie. Heel veel succes. Ik ben niet van de laatste dagen hier. Ja. Ja, zeker. En ik ga hem niet oppakken. Ja, hey, ja. Sure. Gaat goed komen. We gaan. Ik kan nog bellen met haar, hè. Ja, verder ga ik je moeder stalken. Ja, echt, hè. Ja. Ja. Oké. Okay. Ja, ik doei. Ga dan. Ja. Nou, laatste groet. Ja. Doei, Sjeer. Doei, doei, schat. Zeggen van, ai, nu komt die. Met Frits, weet je wat, als je foto komt. Ze gaat weg, hè? Ja, dat is een filmpje. Ja, dat is een filmpje. Dat zijn ze er allemaal hier komen. Dat kan wel goed. Wat? Wanneer ga je dan? Overweg. Oh! Wacht hier, man. Ik vind het allemaal heel erg spannend. Ik ook. Ik weet niet hoe dit gaat gebeuren, hoe je het gaat overleven. Maar ja, vertrouwen, hè, dat is wat je zegt. Als je vertrouwt, dan gaat het wel lukken. 100%. Dus, het is gewoon afwachten als je bent. Als je maar heel goed aankomt in Canada. Geen gestres, dan zijn we allemaal gelukkig en blij. Dus, daar moeten we ons geen zorgen over maken dan. Nee. Ik denk alleen van, ik vind het heel erg spannend. Ik weet ook niet hoe ik daarmee moet omgaan soms. Nee, ik ook niet. Maar ja, dat leert de tijd wel. Kijk, dit is wel lekker, een momentje zo met jou. Hm? Ja. Dat ik toch met je ben, even met je kan praten. Ik vind dat wel... Leuk. Dat is wel goed. Want na morgen is het klaar. Nou, 24 uur zit ik in het vliegtuig. Nee. Ja. 5 voor 12? 5 voor 11. Maar we moeten gewoon aan de positieve dingen denken. Nee, joh. Aan
als je aan een positieve ding vasthoudt, dat helpt. Zeer zeker. Hoi, hey. Ik zit nog even alleen met je mensen. Dag Lorraine. Goedemorgen. Dag Lorraine. Patrick. Goed, we praten over morgen, hoe we het gaan doen. Ik ben echt verdrietig, maar ja, ze zegt maar je mag niet huilen, geloof in God. Het komt goed. Je mag huilen, maar je moet niet huilen en erin blijven. Tuurlijk ga je gaat sowieso huilen de eerste maanden, misschien een jaar of drie, maar dat is normaal. Ik heb het. Echt een moeilijk meisje. Is de net die waren ze er niet? Was ze naar de oma? Meisje, ik weet mijn camera, ik kreeg keihard. Dus, pas van je kreeg zo, misschien ga je morgen niet eens huilen. Ik hoop het, maar echt, mijn obliëren. Elke keer als ik aan het moment denk dat aan mijn show me kan boch, dat ik ook gwedam no man shemoro. En dan weet ik eens wel lange tijd. Alam bere nyami. Die de maten die me kan, als ik het me niet vind gebracht naar voetbal. Weet je, als de mensen doen, nou, wat kan mijn vriend aan mijn voeten lichten? Want de vraag is van mijn show, dat maar aan mijn potina, want dat ik was gepond liever. Ze lacht me uit. Je vertrouwt er toch? Vertrouwen, dat kan een probleem. Om door een boel, dat kan de man horen aan, en dan doen ze maar ja, ze zeggen, maar dat soort dingen moet je niet denken, ik geloof in God. Manny, je moet er denken dat je nog 8 jaar bent, hè? Ja, echt. Dat denk ze echt. Hé, die kinderen zijn één, hè. We zijn altijd samen. Je, trouwens, jij hoef je niet te vertellen. Ja, weet het. Dus het is net of er een stuk van je licht, een geheel van je verdwijnt opeens. Ja. Het is niet makkelijk. Ja, dat is ook zo. Dus, ik snap het hoor, Cher. Ik snap het helemaal. Maar ja. En weet ik had ook graag met je mee willen gaan naar voetbal. Hé, echt? Maar... Helaas. Je moet mijn vlog volgen. Je moet mijn vlog volgen. Dan kan je het meemaken. Na 2 weken. Moet ik ergens 2 weken. Ik ga het bekendmaken. Laat jullie kijken. Want dan kan je... Je moet jullie op YouTube kijken. YouTube. Loop begin niet! Ik ga kijken. Je moet kijken. No. Ik moet ook reageren. Ah? Huh? Comment. Ja, comment. Duimpje omhoog. Subscribe. Like en subscribe.